Een schip gevuld met kolen is donderdagavond vast komen te zitten op een krib. De boot wilde het Amsterdam-Rijnkanaal uitvaren de Waal op, maar door de sterke stroming kwam het ruim 100 meter lange schip te vroeg met de voorkant dwars te liggen om de Waal op te varen. Met hulp van een ander schip kon de boot weer loskomen en is op eigen kracht naar de Tielse haven gevaren om daar de schade te bekijken.